Ja, dit is niet de makkelijkste. De nummer 2 van Italië. Dat zegt eigenlijk al, bijna al alles. Een hele een behoorlijk zware competitie. Een team dat niet echt Italiaans speelt, vind ik. Zoals ik heb gezien tegen City. Dus een moeilijke tegenstander. Ik kan je wel zeggen van ja, ik had liever een makkelijke gehad. Het is nu helemaal zo. Het is een feit. Ik ben wel blij dat we eerst uit kunnen spelen. Dat is ook het voordeel van als je de nummer 1 bent in de pool. Had namelijk ook niemand verwacht. Dus dat geeft altijd weer hoop voor de volgende ronde. Is het leuk om Kevin Strootman weer tegen te komen? Ja, als hij er dan nog is. Hè. Als je de geruchtenmachine mag horen, dan is hij er misschien al wel niet. Maar het is wel leuk om hem weer tegen te komen, ja. Het is slechts één van de grote namen. Als je dat rijtje ziet, hun selectie. Om van te likkerbaarden, ook als trainer om mee te werken, denk ik. Ja, maar ik werk met Feyenoord en daar ben ik ook heel happy mee, hoor, met deze spelers. En in voetballand ben je... Kijk, natuurlijk zijn wij de underdog. Ja, dat vind ik heel normaal als je hun gaat afzetten tegen ons. Wij zijn wel groeiende. En als wij die ontwikkeling door kunnen trekken naar richting die wedstrijden... Ja, dan weet je namelijk niet wat er nog kan gaan gebeuren. Ja. Het is ook een club waarover je... makkelijk te informeren bent. Hè? Een van de perschefs bij deze club is groot liefhebber van AS Roma. Maar ik denk dat meer mensen in de omgeving wel iets met het Italiaans voetbal hebben. Ja, die is meer dan liefhebber. Hoor. Die weet al de ins en outs van spelers. En dat is altijd wel prettig. Dan heb je die voorinformatie heb je in ieder geval al. Volle bak. Ook hier natuurlijk. Hè? Je zegt het net al. Thuis af kunnen maken. Zorg dat ervoor dat je jullie toch grotere kansen toedicht dan als dat bijvoorbeeld andersom was geweest. Dat weet ik niet. Kijk, dat is altijd koffiedik kijken. Maar ik keek meer naar het competitieprogramma. En als je dan in een competitieprogramma zit en je hebt de eerste uit en daarna heb je een thuiswedstrijd, dat is toch wel een voordeel. En daarom. Ja. Is er een kans voor dit Feyenoord tegen dit AS Roma? Er is altijd een kans in voetbal. Hè? Kijk, voordat wij de Europese wedstrijden gingen spelen, ja, gaf ons ook niemand een kans om de nummer 1 te worden in de pool. Dus er zijn altijd kansen en daar moet je altijd voor gaan. Wat denk je van de andere Nederlandse clubs? Ajax naar Polen, Legia Warschau, PSV naar Zenit, ook richting Oost-Europa. Wat denk je van die clubs? Ja, wat moet ik ervan denken? Ik hou me bezig met Feyenoord, want dat is mijn club en hier werk ik voor. En hoe anderen daarin staan ten opzichte van die clubs, dat moet iedereen voor zich weten. Ik weet wat ik heb aan Feyenoord en ik weet wat ik heb aan deze loting.